En daar is de kennisknabbel weer. Vandaag gaat het over abnormaal en stereotyp gedrag. Erg interessant. Een lastig onderwerp, moeilijk onderwerp ook. Stereotyp gedrag. Waarom? Op alle mogelijke vlakken. 1. Überhaupt de definitie is al heel lastig te geven. Als je er in de praktijk mee te maken hebt en waardoor het komt, is ook nog eens een keertje heel vervelend. Laten we eerst eens bij het begin beginnen. Wat is stereotyp en abnormaal gedrag? Ja, goede vraag. Er zijn een heleboel verschillende wetenschappers die er wat over hebben gepubliceerd. En in principe is er geen vastomlijnde definitie, want iedereen gebruikt eigenlijk zijn eigen definitie. Daarnaast, om het nog makkelijker te maken, heeft stress ook niet een compleet vastomlijnde definitie waardoor het überhaupt komt. Nou, toch eventjes heel snel een idee te geven. Wat is stereotyp gedrag? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is een gedrag die dieren, mensen doen om te gaan met een moeilijke, stressvolle situatie. Dus de situatie is zo lastig, zo misschien traumatisch of stressvol of we weten het niet. Dus daardoor gaan we een soort van gek gedrag ontwikkelen. Oké. Er is wel iets betere definitie. Om nog even verder te gaan, je kan het grofweg in 6, ik kan nog tellen, verschillende groepen verdelen. De eerste die ik net als voorbeeld liet zien is een locomotiestereotype gedrag. Heel veel carnivoren kunnen dit ontwikkelen, laten dit zien, als ze natuurlijk een abnormaal gedrag laten zien. Variaties daarvan zijn bijvoorbeeld ook ijsberen, staartjagen, een hond die achter zijn staart heel hard aanrent, cirkelen, andere vormen van kopschudden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het kan dus bij elk dier verschillend zijn qua uiting. De ene gaat wat met zijn pootje doen, de andere die gaat heen en weer lopen, de volgende doet iets met zijn kop, et cetera. Maar de overkoepelende, het overkoepelende jasje hier is dus locomotie, is beweging. Een tweede variatie, en dat heet oraal stereotyp gedrag. Nou, oraal is afgeleid van het eten en van natuurlijk foerageergedrag. Dus dit stereotyp gedrag heeft iets te maken met natuurlijk eetgedrag of het zoeken naar eten. Denk aan bijvoorbeeld kribbenbijten of luchtzuigen bij paarden. Pika is ook zo'n dingetje. Pika is het eten van oneetbare objecten. Dus je eet het op, maar het heeft eigenlijk geen doel. Zoals bijvoorbeeld stenen of katoen. Dit is iets wat we ook zeker wel bij papegaaien tegenkomen. Orale stereotypieën, die worden vaak, als ze dus laten zien worden, worden ze vaak bij hoefdieren en de herbivoren, zeg maar, weergegeven. Dan heb je een derde. En dat is vacuümgedrag. Vacuümgedrag is eigenlijk een compleet natuurlijk gedrag. Maar
Het wordt buiten de normale context gegeven. Dus de prikkel die normaal ervoor zorgt dat dat natuurlijke gedrag optreedt, die is er niet. Dus dan krijg je hele vreemde dingen als bijvoorbeeld een nest bouwen, terwijl je niet eens een partner hebt. Vier is heel naar. Zelfbeschadigend gedrag. Papegaai kunnen daar inderdaad ook last van krijgen. Veren plukken, nagelbijten, automutilatie. En het kan beginnen alleen maar met oververzorging, wat dus ook al een stereotyp gedrag is. Ik denk dat daar de voorbeelden van te over zijn, dat ik die niet verder hoef uit te leggen. Dan hebben we een vijfde en dat is abnormale reactiviteit. Bottom line is, je bent of super hyper of eigenlijk te rustig. Bijna eigenlijk apathisch. Bij vogels, bij dieren aan zich, wordt dat ook laatste ook wel aangeleerde hulpeloosheid genoemd. Aangeleerde hulpeloosheid is eigenlijk een vorm van depressie en je krijgt een soort van vogeltje die alleen nog maar op zijn takje zit en helemaal geen natuurlijk gedrag meer vertoont. Een beetje de gedachte van, maakt toch niet uit wat ik doe. Dus doe ik maar helemaal niks. Wat ook dus heel zielig is. Beide, want vaak zeggen mensen, ja, hij is hyperdruk. Dat komt door te veel prikkels. Dat kan. Maar dat kan ook door te weinig prikkels komen. Stress, waardoor dit stereotype abnormale gedrag überhaupt voorkomt, kan door enge of vervelende situaties komen. Allerlei stressvolle situaties, te veel prikkels. Maar ook wat wij noemen dan deprivatie. Dat is gewoon te weinig prikkels. Dus ik zit in mijn kooi of in mijn bench en ik mag niks. Ik heb niks te doen. Dat is ook een stressvolle situatie. Dan hebben we nog nummertje 6. En dat is eigenlijk gewoon overig. Stereotyp gedrag wat we vaker zien bij dieren. Maar waar eigenlijk niet echt een groep bij hoort. Die stoppen we daarin. Onder andere coprofagie. Dat is het eten van ontlasting. Staren, bevriezen als bijvoorbeeld een konijn op zijn rug gelegd wordt. Reguriteren, dat is voer opgeven. En zo zijn er nog wat andere dingen die bij overig neergezet wordt. Je hebt dus die 6 opties of een combinatie van die 6 opties, wat ook nog mogelijk is. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Dat is eigenlijk gewoon, waarom gaat iemand zomaar gek bewegen? Of gaat de hele tijd aan zijn bakje. Bijten. Dat is een goede vraag en dat weten ze niet. er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden. Wat we wel weten, het is een coping. Een coping is iets, een manier waarop je geneigd bent om te gaan met een stressvolle omstandigheid of tegenslagen. Dus door dit gedrag word je nog een soort van een beetje blij en kan je de situatie eigenlijk aan. Wat we wel weten is dat die beweging, dat gedrag, wat het dan ook is, een mens of een dier wordt daar gelukkig van. Dat is een bepaald hormoon, endorfine, die kennen we wel, die wordt dan aangemaakt in de hersenen. Dat betekent dat bijvoorbeeld als ze plukken nemen, wat natuurlijk super bekend is bij papegaaien. Als ze daar alleen een kraag omheen zetten, dan zal dat nooit en nimmer afdoende zijn. We moeten iets doen. Nu ga ik al misschien te dieper op in, maar bij plukken is het 1. Het kan een ziekte zijn. Dus dat moet je eerst vogelarts. Begin daarmee. Het hoeft niet eens gedragsmatig te zijn. Het kan zijn dat zijn hele huid jeukt en dat hij maar uit frustratie
zijn veren gaat uitplukken. Dus het kan een ziekte zijn, maar daarnaast kan het bijvoorbeeld ook iets zijn in de omgeving wat hen zoveel stress geeft. Oké, maar die omgeving moeten we dus eerst verbeteren voordat we wat aan dat gedrag kunnen doen. Het gedrag, het abnormale gedrag is een symptoom. Het is niet het probleem aan zich. Er zit hier dus iets onder. En dat probleem moeten we aanpakken. En dat is echt een uitdaging. Waarom? Papegaaien zijn heel slim. Er is niet één antwoord hierop te vinden. Elk individu moet rustig bekeken en onderzocht worden voordat we daar wat over kunnen zeggen. En dat kost gewoon heel veel tijd en kennis. Een andere overkoepelende regel is dat er drie fases zijn bij abnormaal gedrag. Drie stadiums dus eigenlijk. We hebben het voorstadium, het vroege stadium en het volwassen stadium. Het voorstadium, dat heeft bepaalde kenmerken. Die zal ik eventjes opnoemen. Gedrag wordt al wel herhaald, maar is nog niet heel vast in vorm. Dus er zijn nog een paar variaties van. En dat wordt altijd vertoond in aanwezigheid van de oorzaak. Dus het ding wat stress veroorzaakt, daar doet de vogel of mens of dier of wat dan ook, daar vertoont hij dat gedrag. Het is dus nog variabel. En zodra je die stressor wegneemt, het ding wat stress veroorzaakt, woep, die haal je weg. Dan stopt het gedrag ook meteen. Of bijna meteen. Dan hebben we het vroege stadium, fase 2. Er komen nog meer herhalingen. Het krijgt een vastere vorm. Dus het blijft meer van hetzelfde eigenlijk. Want dat is iets wat het dier fijn vond. En het is nog steeds in de aanwezigheid van de oorzaak. Dus nog steeds in de aanwezigheid van iets wat hem stress oplevert. Maar soortgelijke prikkels, die kunnen hetzelfde gedrag beginnen te veroorzaken. Dus iets wat al lijkt op stress. Het is eigenlijk nog niet dat enge, stressen, vervelende ding. Maar het begint er een beetje op te lijken. Dus ik doe datzelfde gedrag. Nog steeds wat endorfine aangemaakt. Bij het volwassen stadium is er nog een verandering. Naast endorfine komt ook dopamine om de hoek kijken in je hersenen. Dopamine is het verslavingshormoon. Dat kennen we allemaal. Met andere woorden, het gedrag wordt nog veel meer herhaald. Maar het wordt ook iets op zichzelf staand. We noemen dat ook wel zelfbelonend gedrag. Het dier, de vogel, de mens, die wordt gewoon al blij om het gedrag te doen. Het heeft daardoor ook geen relatie meer met de oorzaak. En al verander je de omgeving, wat je natuurlijk moet doen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Die stress die hoort daar niet en die moet weg. Maar al haal je de stress weg, het gedrag zal niet meer, of misschien maar een heel klein beetje, stoppen. Het gedrag blijft. Het is een blijvertje. Het dier, een vogel, die wordt er zelf gewoon blij van om het te doen. Nou, geef ik meerdere dingen weer naar mensen, dieren. Doen mensen dat dan ook? Ja, ik heb bijvoorbeeld een geestelijk gehandicapte oom gehad. Die het gedrag wat ik als eerste deed, het bewegen van de hoofd. Dat kon hij echt wel minutenlang volhouden op de bank. Het was wel in een vroeg stadium. Want als mijn moeder dan binnenkwam en zij zag mijn oom het doen, dan gaf ze altijd zoiets aan van, oh, oom Sjoerd, wil je alsjeblieft even stoppen? Ik word er duizelig van. Nou, dan stopte hij. Is geen enkel probleem. Dus dat betekent voorstadium of hooguit vroeg stadium, maar verder niet. Nou, dan heb ik het al even kort gezegd. Stress, daar komt het door. En dan eigenlijk vooral chronische stress. Hier kan ik niet op ingaan,
Anders wordt mijn kennisknabbel te lang. Dus, heel kort. Chronische stress is sowieso iets waar we niet mee om kunnen gaan. Chronische stress betekent dus eigenlijk dat je heel vaak voor langere perioden last hebt van stress. Stress aan zich is een hele goede lichamelijke reactie, wat we allemaal nodig hebben. Een beetje stress kan juist heel leuk zijn, dat noemen we eigenlijk eustress. Denk aan, joehoe, we gaan naar de Efteling! Of een andere variatie ervan. Die stress is te veel stress en wordt wel negatief ervaren. En kan ook te lang duren. Dan gaan we dus naar chronische stress. Belangrijk is wel om te bedenken dat angst geen stress is. Angst is namelijk een emotie. En stress is een lichamelijke reactie. Met allerlei hormonen welke door je lichaam heen racen. Om eigenlijk, even in het heel kort, te zorgen dat je heel goed kan opletten. Het vechten of het vluchten. Die reacties. Chronisch daarentegen is het heel, heel slecht voor een lichaam. Ik denk dat we dat allemaal wel een klein beetje kennen met de hoge bloeddruk, etcetera. Die wij ook wel bijvoorbeeld ondervinden op ons werk of van iemand hebben gehoord. En dan zijn we aan het eind gekomen van deze kennisknabbel. Nu heb ik ook nog een ervaring met papegaaien, met vogels, abnormaal gedrag. Die past niet meer in deze kennisknabbel, dus dat wordt de volgende. Dat is dus mijn verhaal met Chico, mijn zoon Pakiet. Ik hoop je dan weer te zien. Daag!